Het mannenkoor Maranatha is gisteren groots binnengehaald door familieleden en vrienden na de goede prestaties die in het buitenland zijn geleverd. Het koor won 2 keer zilver tijdens het korenfestival Canta al Mar 2016 in Calella, Spanje. Jeugdkoren. Na het festival in Spanje zijn er ook shows verzorgd in Rotterdam, Dordrecht en Amsterdam. Het Maranatha Mannenkoor heeft dit jaar zijn 70ste jaardag gevierd. Het koor is op 2 juni 1946 opgericht. Het koor is voor het merendeel samengesteld uit mannen van middelbare leeftijd en ouder. De laatste jaren hebben ook jongere zangers zich aangemeld. Het koor is bijzonder trots op de geleverde prestaties, gezien het internationale niveau van het festival. Jack Uden, een goede vriend van de organisatie, zegt dat de leden de naam nog meer betekenis en inhoud hebben gegeven. We zijn trots op jullie. Dat hebben we laten blijken op diverse momenten en op diverse manieren. We zijn dankbaar dat jullie in elk geval ook nog gezond en wel terug zijn gekeerd. Dat is, daarvoor hebben we gebeden, daarvoor hebben we daar God gevraagd om jullie te begeleiden daar naartoe, om met jullie te zijn en om het allerbeste uit de bus te halen. En zoals de beschermer net gezegd heeft, het is geweldig dat jullie op dit niveau, met alles wat daar was, zoals ik begrepen heb, deze zilveren medaille hebben kunnen winnen. Niet 1, maar 2 keer. Ook in Nederland. 3 keer hoor ik daar. Fantastisch. Ik feliciteer jullie. En namens de hele samenleving zeg ik dit. We zijn trots op jullie. Dank God hiervoor. En uitdaging ook voor alle andere koren die hier in Suriname zitten. Het kan. Vraag discipline, vraag harmonie. Dat hebben jullie gedemonstreerd. Laat dit in elk geval een aanmoediging zijn om verder door te gaan. En niet dat dit een hoogtepunt is en dan plotseling komt er een slapte. Integendeel, dit moet een momentspel zijn waarvan je zegt, nu gaan we er verder voor. En dat jongeren zich aangetrokken voelen, zodat Maranatha mag voortleven, generaties verder. Jack Uden, een goede vriend van het Maranatha Mannenkoor. Hij sprak gisteren bij het welkomstfeest van het koor in Suriname. Zij zijn gisteren groots binnengehaald door familieleden en vrienden na de geleverde prestaties in het buitenland.